gaat echt benauwd. Ik ga zo flauw vallen. Ik ga zo flauw vallen, ik zweer. Oké, ik weet. We kunnen een soort van commercial maken zo. Ik ben Mila en dat is Mandy. En samen zijn wij Raad het Geluid. Actie. Snap je? Dat is wel leuk, toch? Geweldig, meid. Helemaal, ik ben Mandy en vandaag ben ik met Mila van het YouTube kanaal Mila Malina. Natuurlijk, we hebben op haar kanaal ook een leuke video opgenomen. Ja, we gaan reageren op onze oude video's op haar kanaal. Maar oh my god, wordt hilarisch. Ik ga zeker maar even kijken. Ja. En vandaag hebben wij een video die heet Raad het Geluid. Dit was vroeger ook een spelletje op de radio, Q-Music. Mm-hmm. Ook nog oudere radio's van mijn vader zelfs. En wij dachten, laten we zelf geluiden opnemen en van elkaar gaan raden. Jullie kunnen ook meeraden. Raad even lekker mee in de reacties. Laat weten hoeveel je er goed hebt en welke je goed had. Want dat is best wel leuk. Het lijkt me zelf ook leuk om te doen. Dus gaan beginnen. Jij wilt veel plezier met kijken. Dat. De eerste. Niet laten zien, hè? Huh? Mag het nog een keer? Het klinkt als iets met ijs. Oké. Okay. Of ijsklontjes. Of ja, ik dacht gelijk aan skiën. Nog één keer. Hè? Wow, ik wist niet dat het zo moeilijk zou zijn eigenlijk. Nee. Ja, maar ik dacht al, het gaat super moeilijk worden. Hoe kom je? Maar het is wel grappig. We gaan waarschijnlijk niks raden. Of één ding. Ik ga ervoor in de ijsbak scheppen met ijsklontjes. Het antwoord is fout. Wat was het? Het hangen van Polaroidfoto's. Niet. Bak met kralen of zo. Of strijkkralen, kralen, iets waar je in grijpt. Wat denk je wat voor iets het is? Lego? Nee, dat klinkt anders. Waar ga je voor? Bak met kralen. Nee, dat is niet goed. Weet je wat het was? Kruidnoten! Ja, nee, maar ik had wel een beetje goed. Ja, next. Oké, dit is of iets van plakband, of dit is iets met je nagel over ergens heen gaan. Mag ik het nog een keer? Ik heb er nog een filmpje ervan. Een lucifer! Ja! Ja! Mag ik het zien toen? Die laatste woorden. Nee, Oké, wat het dus was, ik kan steeds lucifer doen, maar het lukte steeds niet. Oh. Ja, dus uiteindelijk heb ik mijn moeder gevraagd. Die was een soort van herkenbaar. Ja, ik dacht ik doe het wel makkelijk. Hopelijk heb je mij ook gemat. In een boekje of zo? Of over een boekje heen te gaan? Ja, echt een boekbladzijde dus. Nee. Weet je wat het was? Nou? Het overdraaien van een flesje. Ja, nee, dat gaat niet zo lang. Oké, next. Nou, die weet je of niet? Ik weet wat het is. Wat? Nee, je rugzak open doen. Of een tent. Nee, maar ik denk niet dat je zomaar een tent uit de kast hebt getoverd. Dus het is denk ik je rugzak open en dicht doen. Nee. Niet tent! Mijn koffer. Oh, je gaat naar Canada. Yeah. Oh. Ik denk dat je deze wel moet kunnen raden. Ik denk dat jullie deze ook wel kunnen raden. Wat is dit? Notenkraker of zo? Nog een keer. Iets van iets gooien, een blikje of zo? Of iets van daar zo'n blik? Ik weet het niet. Dat is een perforator. Ja, nee, dat is echt zo simpel. Nou, daar zou ik niet op komen hoor. Oh, ik dacht dat raad je juist makkelijk. Nee, jij gaat sowieso winnen. Ik heb de makkelijke dingen. Hadden jullie dit wel geraden staan in de poll?
Sorry? Dit is iets indrukken wat er terugveert. Dus of een flippo, of een flesje, of een koffer of zo. Nee, het is... zonnebrand. Oh, zo klonk het ook. Maar het klonk alsof het terugveerde. Ja. Ik vind het echt grappig om te doen. Ik vind het echt leuk om te raden. Nee, ik heb nog niks geraden, dat is wat minder leuk. Nee, maar het is gewoon omdat je hersenen aan iets heel anders denken. Ik vind het geluid heel naar. Oh nee, vind ik echt naar geluid. Wat is dit voor geluid? Een potlood of iets wegschrapen? Punten slijpen. Een stift, zo. Bijna. Marker zo. Ja, ja, marker. Marker. Wat? Het was een soort van of er een deur dicht gaat, of dat je in, ik dacht eerst dat je in je bed ging liggen. Ik ga voor onder je dekens gaan liggen of zo. Nee, het is het aandoen van mijn pyjama broek. Het lijkt er wel op! Ja, hè? Ja! Ja, want dat voetgeluid hoor je een beetje. Ja. Oh, grappig. Goeie wel. Zo. Ja, ik word helemaal naar van dit geluid. Wat denk je dat het is? Iets laten vallen. Ja, maar wat? Een gum. Een potlood. Maar wat? Wat voor iets? Een gum, potlood. Nee, wat laat je vallen? Denk aan iets wat je gaat doen en dan ga je iets vallen en dan bereik je daar iets mee. Een dobbelsteen. Ja? Maar dat is een gum dobbelsteen, dus eigenlijk had je het helemaal goed. Ja, ik had gewoon goed. Wat? Ik weet wat het is. En dat is je rol lijkt naar beneden doen. Want je hoort het en dan zit het dicht. Het antwoord is... gordijn. Fout. Wat dan? Het is mijn portfolioboekje. Oh! Oké, het staat er even op. Ja, ik dacht even... oh, maar het klonk echt alsof je gordijn zo dicht hebt. Met zo'n van die karteltjes, weet je wel? Oh, dat is kacheltje uitdoen. Dat is nou. Auw, dat ding op mijn tand. Het is echt geen fijn geluid. Ja, oké, dat is te herkenbaar. Maar wel goeie. Hadden jullie deze geraden? Polletje. Ja, oké, ja? Ja. Potloden. 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 Is dat je antwoord? Nee, nog een keer. Rietjes. Potloden, ik vind die nare potloden. Denken jullie potloden of rietjes of iets anders? Stemt in de pol. Weet je wat het was? Potloden. Nee. Mie, 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 mie. Oké. Weet je wat het is? Je hebt zeg maar een boek, zoiets. Bijna, het heeft te maken met een boek. Nee, met jouw hoofd! Denk, nou, wat heeft dat boek van Mel altijd? Dat hele stiekje? Ja. Wow. Kijk. Ik liet even een elastiek op Mila haar hoofd. Dankjewel. Ik word gekild. Jongens, dit waren alle geluiden. Ik vond het superleuk. Ik vond het ook leuk. Laat even in de reacties weten hoeveel jij er goed hebt geraden. Zouden we leuk vinden om te lezen. Zeker. En dan zou ik voor nu zeggen, kijk op Mila's kanaal naar de video van ons. Want die is superleuk. En als je oude video's gaat kijken, uitlachen, is dat een top video. Zeker weten. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, ook op Mila. En dan zou ik zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei. Oké, maak het thumbnail.